Welkom allemaal bij onze tweede Healthcare Webinar Week. Na het succes van vorige Webinar Week hebben we besloten om nog een reeks webinars te geven. Dit keer wel met weer andere onderwerpen. Mijn naam is Caroline Roling. Ik ben deze week jullie gastvrouw. En naast mij zit vandaag Jan-Hendrik Kieft. Hij zal vandaag het webinar Grip op de Knip presenteren. Maar eerst zal ik iets kort vertellen over Ortec en onze visie. Wie zijn we als Ortec? Ortec is een Nederlands bedrijf wat al meer dan 35 jaar werkzaam is in verschillende branches zoals transport, logistiek, sport, maar uiteraard ook de gezondheidszorg. We geven advies en maken planningssoftware welke we zelf implementeren, onderhouden en ontwikkelen. Tijdens deze webinarweek willen we graag meer vertellen over hoe Ortec Workforce Scheduling, of kortweg Ortec WS, kan optimaliseren en iets over vertellen over de mogelijkheden binnen dit uitgebreide product. Nou, in beeld krijgen jullie nu onze visie te zien. En zoals jullie in de uitnodiging al hebben kunnen lezen, is ons thema toegepaste wiskunde in de gezondheidszorg. De kracht van Ortec zit hem namelijk in het slim inzetten van wiskunde om de meest optimale oplossing te vinden voor planningsvraagstukken. Voor Ortec WS betekent dit mogelijkheden bieden om gefundeerde keuzes te maken om het rooster samen te stellen. Het thema van vandaag, grip op de knip, is dan ook een mooi voorbeeld van toegepaste wiskunde in onze software. Jan-Hendrik gaat daar zo meteen alles over vertellen. Dan zal ik jullie nu eerst eventjes vertellen wat jullie kunnen doen binnen dit webinar. Jullie kunnen namelijk vragen stellen. Kan bij jullie rechtsboven in jullie beeld, in het vragenbalkje. Wij zullen dit aan het eind van het webinar, zullen wij deze vragen beantwoorden. Nou, mochten we er nou niet aan toekomen omdat de tijd erop zit, dan krijgen jullie altijd nog via de mail antwoord van ons. Ook krijgen jullie aan het eind nog de link toegestuurd om het webinar nog eens na te luisteren. Graag geef ik nu het woord aan Jan-Hendrik. Veel plezier alvast. Ja, Caroline, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik ga jullie iets vertellen over de mogelijkheden met Ortec WS op het gebied van het plannen met behulp van budgetten en met behulp van KPI's. Wat ik daarvoor ga doen, ik ga een planning maken voor jullie, waarin je goed kunt zien wat de kosten van de planning zijn op basis van het budget of op basis van de ZZP. Daarna zal ik het rooster op gepubliceerd zetten of laten zien en een aantal mutaties gaan doorvoeren, zodat jullie kunnen zien wat de effecten zijn van het doen van mutaties en de kosten die dat met zich meebrengt. En dat zal ik ook doen op basis van ZZP's. Daarna zal ik nog iets vertellen over KPI-tellingen, de kritische prestatieindicatoren. In het webinar zal ik het hebben over KPI-tellingen. En dat zal zijn in een aantal formules die laten zien wat je kan doen in uren, maar ook in kosten en wat je allemaal kan prognosticeren. Ik ga nu starten met de demo. Daarvoor heb ik even nodig om even door te schakelen. Ja. Ik maak voor jullie vanmiddag een dienstrooster van de afdeling Boterbloem over de maand augustus. En wat nieuw is, is een verticale telling gebaseerd op een inrichting die wij doen met de module Budget & Control. Ik vertel iets kort over wat je te zien krijgt. Het budget is een bedrag wat gebaseerd kan zijn op de formatiebegrotingen of op een bedrag gebaseerd op de toegestaande personele inzet vertaald in euro's. Meestal heeft een instelling dat voorhanden via de afdeling controle. En wat in dit budget verweven zit, dat nemen wij integraal over in de kosten. Bijvoorbeeld de werkgeverskosten, eindejaarsuitkering, OET, overwerk, dat soort zaken allemaal meer. Dat importeren we op een budgetkaart. En vervolgens gaan we de kosten van de planning, dus alle uren die je gaat inzetten, die gaan zich vertalen in euro's. Ik zal de technische details daarin besparen, maar wat jullie zien hier links, is hier staan bruto uurlonen van medewerkers. Die worden geïmporteerd vanuit het HR-systeem. En daarbovenop worden allerlei percentages, toeslagen en werkgeverskosten, wordt het bij je opgeteld, zodat elke minuut die je inplant vertaald wordt in euro's.
Vervolgens gaan we kijken naar de kosten die er nog gemaakt moeten worden, die geprognotiseerd zijn. Dat zijn namelijk de kosten die in de bak staan. Vervolgens gaan we ook kijken naar wat is dan de ruimte, of wat is de ruimte die er misschien niet meer is. En eventuele kosten van het flex gebeuren. En die zullen met name aan bod komen in een gepubliceerd rooster. Zoals jullie zien heb ik een deel van de planning al gevuld. Dat zijn repeterende patronen via een cyclisch patroon of anderszins. De nachtdiensten zitten er voor een groot deel al in. En ik laat jullie om een beetje een fatsoenlijke planning te maken, doe ik dat door middel van de plangenerator. Die zal ik even starten. Dat laat ik even een paar seconden doorlopen. Wat misschien leuk is om te vermelden is dat wil je iets meer weten over de werking van de planautomaat en het automatisch genereren van planningen of delen van planningen, dan is er deze week, ik meen op donderdag, Carolien. Ja, donderdag is er een webinar verzorgd door Martin. Ja, klopt. Die wat meer zal vertellen over de mogelijkheden van een plangenerator. Wat je hier ziet, hij heeft alle diensten uit de planbak heeft hij inmiddels al wel kunnen wegplannen. En hij is nu heel erg bezig om de blauwe lijn naar beneden te brengen. En dat zegt iets over de kwaliteit en de belasting van diensten bij medewerkers. En hoe lager die lijn is, hoe betere kwaliteit van de planning je krijgt. Daar gaat het nu niet om. Het gaat om even om de planningen of een rooster bij medewerkers te krijgen. Ik heb hem nu gestopt. En ik sluit hem. En je ziet, de planbak is nu leeg. En we zien een planning. Waar we verder niet al te veel naar gaan kijken of dat goed of niet goed is. Maar we gaan ons richten op de tellingen, de verticale tellingen van de module budget en control. We zien nog steeds het budget van 2000 euro, totaal 62.000 euro deze maand, in de maand augustus. En ook dit budget, zoals ik net al benoemde, dat wordt geïmporteerd op kaart en dat kan heel erg variabel zijn. Dat kan per dag verschillen. Of in de weekenden hoger of lager, dat is maar net waar jullie als instelling voor kiezen. De kosten van de planning. Je zag dat er net een andere bedragen waren. En die komt nu in de buurt, behalve een aantal dagen, in de buurt van het budget. Daar waar er verschillen zijn, daar waar er qua kosten van de planning, als dat bedrag hoger is, dan wordt de ruimte negatief en wordt rood gekleurd. En zoals jullie zien, hier op een zaterdag, is er geld over en op een andere dag is er geld te veel uitgegeven. En per saldo voor deze hele maand is er ongeveer 700 euro te veel uitgegeven. Op zich, ook dat zegt allemaal niet zo heel veel. Het helpt de planner om een beetje in de buurt van zijn begroting te blijven als daar afspraken over gemaakt zijn. Maar om even aan te geven, tijdens de planfase, gewoon wat verschilt dat nou? Kan ik bijvoorbeeld even een DE1, dus een dagdienst, van iemand met een uurbedrag van 26 euro, die zet ik even bij iemand met een uurloon van 15 euro. En je ziet meteen dat ik zogenaamd geld ga besparen. In ieder geval in de plankosten. Nou, op deze manier kan een planner, indien nodig, de kosten gaan mee laten wegen in het beoordelen of zijn planning al dan niet binnen de vastgestelde kaders is. De planning is klaar en de planning wordt nu op gepubliceerd gezet. Dat heb ik voor een deel voorbereid, omwille van de tijd. En ik ga terug naar de maand juli. Daarin is het rooster gepubliceerd. Dat zie je hier links helemaal onder in beeld gepubliceerd. En ik heb een telling aangezet. Ik kan even laten zien welke dat is. Dat is de kosten van de realisatie. Daarnet was het de kosten van de planfase en nu is het de kosten van de realisatiefase. Je ziet nog steeds hetzelfde budget. Je ziet nog steeds dezelfde plankosten. En zolang er niks gebeurd is in deze planning, zijn de kosten van de realisatie hetzelfde. Maar nu gaan we wat realisaties doorvoeren. En dat wordt met name interessant als mensen met een verschillend uurloon gaan ruilen. Bijvoorbeeld of een wijziging. Bijvoorbeeld een dagdienst met een avonddienst. Stel dat deze twee mensen met elkaar gaan ruilen. Dat kan niet omdat een van de diensten vaststaat. Die zet ik even los. Als ik deze twee mensen laat ruilen, dan maakt dat qua geld niet uit. En dat is wel een interessante.
Het is wel leuk om te benoemen dat je toch denkt van, goh, iemand is toch veel duurder en die gaat naar een avonddienst, die zou dus meer OET krijgen. Maar de CO heeft een gemaximaliseerd OET-tarief en dat OET-tarief ligt onder bij de 15 euro. Dus in die zin maakt het nu niet zoveel uit. Wat we wel kunnen doen op een andere dag, is dat iemand een avonddienst draait. En die is om 2 uur begonnen in verband met een bespreking. Dus die begint eerder. En je ziet nu dat de planning, of de gerealiseerde, het uurtje wat ik erbij gedaan heb, 26 euro, dat die daarbij optelt. Nou, zo kunnen we allerlei variaties doen. Bijvoorbeeld de nachtdienst. Die moest uiteindelijk een uur langer blijven omdat de vroege dienst zich verslapen had. Dus daar zetten we een uurtje bij. En je ziet meteen dat kost 34 euro extra. Zo kunnen alle mutaties, dus ook de blauwe kleuren, dat als er gewijzigd worden, geruild gaat worden in gepubliceerde fase, kunnen zo gemonitord worden en kan beoordeeld worden van is het terecht dat hier geruild gewijzigd wordt en blijven wij in die zin binnen de budgetten of binnen de kosten van de planning. Al nagelang je de meters aanzet en bekijkt. Wat nog meer een interessante is, is bijvoorbeeld als er wordt iemand ziek. In dit geval zullen we Kuil een ziektedag geven. Oh, we gaan even een week verder, want daar hebben we al wat mutaties gedaan. Ik meld Kuil ziek. Veelal gebeurt dat door het HR-systeem. Dit doe ik nu even met de hand. En je ziet de avonddienst valt weg. De planning wordt 23 euro goedkoper. Want de avonddienst genereert OET. Die OET moet wel uitgekeerd worden aan deze zieke medewerker, maar dat is minder, want over het algemeen krijgt iemand een gemiddeld ziekte OET. En dat is over het algemeen iets minder dan de echte OET. Vervolgens zijn er twee opties. Het kan zijn dat er een medewerker uit het eigen team deze avonddienst oplost. Bijvoorbeeld Kuipers. En je ziet dat Kuipers, dit zijn natuurlijk extra uren, want iemand die ziek is moet gewoon doorbetaald worden. En dit is iemand die komt een dag extra terug. Dat betekent een extra uitgave van 168 euro. Als we er ook nog overwerk van maken. En dat wil ze ook nog uitbetaald krijgen. Dat doen we ook even voor deze. Dan zie je dat de kosten... Nee, daar klopt iets niet. Ik denk dat ik de verkeerde activiteit gebruikt heb. Het zijn overwerk. Hij doet iets niet goed met het tellertje, helaas. Excuus. Kan gebeuren. Ik laat hem even gewoon op werk staan. Hij zou met overwerk natuurlijk nog meer moeten laten zien omdat er extra uitbetaald wordt. Wat ik ook kan doen. Ik haal deze dienst eruit en ik zet hem uit naar het flexbureau. We doen even heel snel de handeling vanuit het flexbureau. Open ik even. En ik plan deze dienst bij medewerker flex test. En ik plan definitief. Ik ga weer terug naar de boterbloem. En je ziet realtime is dat de planning, hij was net 23 euro goedkoper geworden doordat die OET niet goed was, of dat door die ziekte. Vervolgens is er nu een flexkracht ingezet, die kost 284 euro. Dus de planning, de realisatie van de planning, kost uiteindelijk 261 euro extra. En op deze manier kun je ook de kosten van het flexbureau goed in beeld brengen
En wat ik bij een aantal klanten ook gedaan heb, is dat bijvoorbeeld ook een toeslag die een flexkracht met zich meebrengt, hierin meeberekend kan worden. Tot zover een aantal mogelijkheden van het doen van realisaties en de consequenties daarvan. Ik ga nu even de overstap maken. Nee, wacht, ik ga eerst even nog laten zien dat het dit ook kan op basis van ZZP's. Ik laat hier twee dingetjes van zien. Ik heb een inrichting gemaakt voor ZZP 5 tot met 7. Dit is met name die ZZP's zijn interessant voor onze klanten in de VVT-sector. Die al veelal budgetteren en ook plannen op basis van beschikbare ZZP's. Wat ik hier kan laten zien is dat er vanuit een ingewikkelde berekening onder water 17 uur en 10 minuten aan ZZP 5 tot 7 nodig is aan zorg. Er is 25 uur beschikbaar vanuit de planbak of vanuit de bezettingseisen. En dit geeft aan de voorkant, voordat je gaat plannen, al aan hoeveel ruimte en hoeveel beschikbaar je hebt en hoeveel zorg er verwacht wordt vanuit de ZZP 5 tot 7. En alle ZZP-varianten kunnen hierop ingericht worden. Wat we vervolgens dan ook kunnen doen, is wat hebben we dan ingezet? En hier zie je de ingezette uren in de ochtend. En dat is bijvoorbeeld deze D2, die zit hierin. Als ik deze eruit haal, hier staat nu 20 uur en 30 minuten. En dan zie je hier dat de tijd, de ochtend is bij mij van 7:15 tot 12 uur. Het gedeelte tussen 7:15 en 12 uur, dat haalt hij hier dan uit. Want dat heb ik niet meer ingepland. En op basis hiervan kun je dus plannen op beschikbare uren en de beschikbare of de benodigde ZZP's. In deze roostergroep Boterbloem zitten, of daar wonen, een aantal cliënten, waaraan 8 cliënten een ZZP 5 indicatie hebben, 11 een ZZP 6 en 9 een ZZP 7 indicatie. En op basis van aan de voorkant geformuleerde minuten zorg per kwalificatie komen hier dit soort dit soort getallen in uren tevoorschijn en kan daarop gepland kan worden. En dit kan tot op een heel klein, heel minimaal verschil in niveau. Het kan ook op basis van kwalificaties. En meestal met dit soort inrichtingen gaan we uitgebreid met de klant zitten. Wat de planwens is en op welke wijze we dat kunnen realiseren. Okay. Terug naar de budgetten. En ik laat nu iets zien van de KPI's. Even mijn muis goed. Ja. Ik zet hem even wat verder naar links en ik zet nu een aantal KPI's open. De eerste die ik jullie wil laten zien, dat is eigenlijk een soort bruto-netto telling. En die doet eigenlijk nog niks met de planning. Wat deze telling mij laat zien, is hoeveel uren heb ik op jaarbasis beschikbaar voor deze roostergroep. Eigenlijk de te werken uren per jaar, bij elkaar opgeteld voor alle medewerkers. Ik heb een aanname gemaakt, dat stel dat al het verlofrecht wat iedereen heeft, stel dat we dit jaar dat gaan opnemen. En stel dat ik ongeveer een ziekteverzuim van 5,86% heb, ben ik ongeveer bijna 5800 uur bruto kwijt. Die twee getallen, dit getal nummertje 4, haalt hij van 1 af en hou ik ongeveer 25.000 uur over. Vervolgens heb ik mijn bezettingseisen geformuleerd aan het begin van het jaar, van het planjaar. En dat zijn ruim 26.000 uur. Dus ik kan eigenlijk voordat ik ga plannen, nu al concluderen dat als ik iedereen zijn verlof wil geven en we niet hoger ziekteverzuim hebben dan 5,86%, dat ik ongeveer 1000 uur tekort ga komen en nodig zal hebben uit het flexpool gebeuren. Op deze wijze kan je samen met kan een planner of een manager of een budgethouder van tevoren eigenlijk al gaan beoordelen van hebben wij voldoende formatie in huis, is onze bezettingsgraad niet te hoog, of moeten wij daar iets in gaan aanpassen. En deze tellers
Die zijn alleen maar dynamisch op basis van wat de mensen die je in huis hebt. Als er iemand minder gaat werken, dan zal dit getal dalen en zal dit uiteindelijk gaan stijgen. Dus je kunt op basis hiervan bijvoorbeeld ook mensen een hoger contract gaan geven. Wat een andere KPI is, zijn de kosten, de uren die je per maand beschikbaar hebt en die ik ingezet heb in dit rooster. De formatie is ruim 2000 uur. Er is 16 uur afwezigheid ingepland. In dit geval is dat vakantie. Maar dat kunnen ook andere zaken zijn. Dat kan ziekte zijn, dat kunnen teamvergaderingen zijn, dat kunnen lesuren zijn. Maar net wat jullie als afwezigheid willen definiëren, kan hiervan afgetrokken worden. Vervolgens wordt de planning die ik hier gemaakt heb, wordt daar bij elkaar opgeteld en dat is ruim 2165 uur. Dus er wordt gekeken wat is nog netto inzetbaar. En dat is in dit geval een negatief getal, want ik heb meer ingezet dan dat ik eigenlijk in dienst heb. Dus mensen zullen te veel gaan werken deze maand. Er staat ook nog een dienst, in dit geval de D2 op 6 juli, staat er in de planbak en die telt hier ook mee, want die moet in principe dus ook nog meegerekend worden. Dus als er nog een aanvraag komt, goh, ik zou nog een dagje verlof op willen nemen, kan dat? In dit geval kan dat dus niet, want er is al veel te veel uren ingezet. Ook met deze telling kun je dus ook aanvragen in de lopend rooster beoordelen of het wel of niet gewenst is. En je kunt op deze wijze ook een beetje kijken, zit ik een beetje zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Wat nog een andere in uren is, is bijvoorbeeld het ziekteoverzicht. Het verwachte ziekteverzuim, die 5,86% op jaarbasis, dat is ongeveer 1000 uur. Hoeveel ziekte heb ik nu geregistreerd? 242 uur. Dat betekent dat ik gemiddeld laag zit in mijn ziekteverzuim. Dit kunnen we per maand, dit kunnen we ook cumulatief tot en met een bepaalde roosterperiode inregelen of per jaar. In dit geval is deze telling per jaar. En zo kun je ook zien van zit ik ongeveer aan mijn gemiddelde ziekteverzuim. Of moet ik daarop gaan anticiperen? Nog twee KPI's als afsluiting die gaan over geld. En dat is de eerste, die zal ook even duren voordat die opgestart is. Want deze gaat namelijk voor deze roosterroep het totale jaarbudget en het totale ingeplande kosten berekenen. We zien hier de 2000 euro maal ongeveer 365 dagen, 730.000 euro. Tot heden hebben we 468 euro ingezet. Die moet daar naartoe. Dat betekent dat er nog een ruimte is van 261.000 euro. Maar de verwachte kosten, en dat zijn de plankosten in dit geval, dit is een beetje aan de hoge kant. Maar je kan hier zien welke ruimte ik nog heb tot het eind van het jaar om nog dingen te kunnen inplannen of anders te doen dan ik verwachtte. Deze telling geeft een heel mooi inzicht of je een beetje conform de afspraken of je binnen je financiële kaders blijft. De laatste die ik laten zien zijn de kosten. En dit is dan een cumulatieve, die ik net al een beetje benoemde. Die duurt ook even, daar is die al. Deze laat namelijk zien. Ik heb nu het rooster van juli open, wat het budget is tot en met, of tot 1 augustus, 424. Ik heb op dit moment 405 euro uitgegeven. Dat betekent dat ik nog ruim 18.000 euro over heb. Ik heb 284 euro aan flexkosten gemaakt en nog geen, ik heb geen flexbudget. Dat kan even zo ook nog ingevoerd worden. Dus dat betekent dat ik cumulatief aardig op orde ben met deze roostergroep. Nou, wat nog een hele kleine, leuke toevoeging is van de module budgettencontrole als laatste. Er zit een soort Excel-achtige functionaliteit in. Als ik van alle mbo-verpleegkundigen wil weten hoeveel heb ik daarvan in huis, kan ik deze mensen selecteren in de FTE's. En ik zie links onder in beeld, en ik hoop dat jullie het ook zien. Viel die weg. Ik zag namelijk... Totaal is 121. 121 uur heb ik aan verpleegkundigen en mbo'ers in dienst op deze roostergroep. En zo kun je op verschillende wijzes dingen selecteren
En je ziet hier, ik doe 7 keer 2000 en er staat links onder je beeld 14.000. Dus je hebt een klein soort rekenmachientje tot je beschikking die dingen voor bij elkaar kan optellen. Nou Carolien, wat mij betreft was dit het. En ik ben benieuwd of er al wat vragen aan het binnenkomen zijn. Ja, dankjewel Jan-Hendrik. Was een duidelijk verhaal, denk ik zo. Er zijn inderdaad wel een aantal vragen binnengekomen. De eerste die binnen is gekomen is bijvoorbeeld, zien alle planners de uurlonen van alle medewerkers? Dat hoeft niet. Het is een medewerkerkenmerk en medewerkerkenmerken kunnen we afschermen. Ik zou wel adviseren voor de planners die met deze functietijd gaan werken, dat die de uurlonen wel in beeld krijgen. Maar als daar bezwaar tegen is, dan kan die gewoon door middel van een autorisatie kunnen ze uitgezet worden. Dat wil dan niet zeggen dat tellers het niet meer doen. Die doen het dan wel, maar je kunt ze wel uit beeld krijgen in verband met bijvoorbeeld privacygevoelige informatie. En een vraag die daar misschien wel bij aansluit is bijvoorbeeld, kan elke planner beschikken over de module? Ja, in principe kan dat. De module wordt ingericht op het hoogste organisatorisch niveau. Dus alle roostergroepen kunnen aangesloten worden op deze tellingen. De autorisaties daarvoor liggen in het beschikbaar stellen van de kaarten. Op het moment dat je iemand geen kaart, geen rechten geeft op de budget- en controlkaarten, doen de tellingen het niet. En op deze wijze kun je de horizontale tellingen en de KPI-tellingen via access control toewijzen aan die afdelingen die er wel of niet mee gaan werken. Helemaal duidelijk. En dan komt er nog een andere vraag binnen. Wij werken nog met Harmony. Harmony is onze oudere versie van Ortec BS. Maar kan hier ook budget en control worden ingericht? In principe niet meer. Budget en control vergt heel veel rekenkracht. En in de Ortec BS vanaf EP2, EP3 zit een aantal onder water een aantal inrichtingen die het mogelijk maken dat de rekenkracht optimaal gebruikt wordt. En met Harmony is dat eigenlijk niet meer te garanderen door ons. Helemaal duidelijk. En dan komt er nog een andere vraag binnen. Kan je de ZZP's waar je het net over had en je verticale tellingen, zou je die handmatig kunnen aanpassen? Alles is aan te passen. In het voortraject ZZP's zijn namelijk heel erg afhankelijk van de cliëntelen die je in huis hebt. Die fluctueren nogal. Wat wij vaak doen is een dagelijkse of een wekelijkse en soms maandelijkse, afhankelijk van de wens van de klant, een soort ZZP-import regelen die inspeelt op de verschillende, op de wisselende ZZP-mix. Wat wel een hele belangrijke is om met elkaar over te gaan spreken. Want planningen worden heel vaak wel toch maand, twee maanden van tevoren gemaakt. Op het moment dat je de ZZP-invoer vaak gaat aanpassen, zou je zien dat het dan lastig is om daar een planning op te maken. Dus daar gaan we meestal in een gesprek naar kijken op welke wijze dat het goed in te regelen is. En dan twee vragen nog over de KPI-tellingen. Kan ik zelf ook KPI-tellingen maken? Ja, in principe kan dat. KPI-tellingen zijn over het algemeen tellingen van tellingen. Dus op het moment dat je al een aantal tellingen hebt en eventueel in staat bent om zelf tellingen goed te kunnen beheren, kun je met KPI's die eventueel aan elkaar koppelen. En tijdens de inrichting of na de inrichting wordt door de consultant ook aandacht besteed, met name richting de applicatiebeheerder, om te kijken in hoeverre sommige KPI's ook zelf aan te maken of aan te passen zijn. En hoeveel KPI's zijn er in totaal? In principe kunnen er heel veel KPI's gemaakt worden. In het voortraject, afhankelijk van ook de afgesproken dienstverlening, wordt er afgesproken waar de focus op welke KPI's ligt. En die worden op basis van de hoeveelheid tijd die dat kost, worden die ingericht. En meestal is dat zo'n tussen de 3 en de 5 KPI-tellingen. Helemaal duidelijk, Jan-Hendrik. Dank je wel voor je toelichting. Ja, graag gedaan.
Dan zijn we aan het eind gekomen van dit webinar. Nou, mocht je nog vragen hebben die nu niet zijn beantwoord of mogen er later vragen nog bij je binnenkomen, dan komen we hier per e-mail eventjes bij je op terug. Aankomende week hebben we nog 3 webinars over planautomaat, zoals Jan-Hendrik al noemde. We hebben het over big data en morgen gaan we het hebben over de reiskostenmodule. Leuk als jullie er morgen weer bij zijn en anders graag tot het volgende webinar. Dank u wel voor de aandacht.